Vorig jaar allebei op het hoogste niveau. Nu willen ze daar allebei zo snel mogelijk naar terug. Hier Langendijk voor Go Ahead Eagles. Maar de bal gaat naast vorige week in de slotfase verloren van MVV. Go Ahead Eagles heeft dus nog geen punt. NEC won wel van Almere City. Hier is Groeneveld. Bal los bij Doelman Stevens. En daar is Sven Braken. Hij is deze week gekomen. Als opvolger van de vertrokken grot. En daar heeft men nu al in Nijmegen plezier van. Kijk maar, hij reageert eigenlijk als enige. En de doelman, Stevens, is daar terecht boos over. Go Ahead moet dan natuurlijk iets gaan doen. Twee spitsen, de kogel en deze Hendricks. Het past precies. Hij stuurt de bal als het ware naar de hoek en heeft dan zijn doelpunt te pakken. Scoorde vorige week ook al. En is dus trefzeker in dat shirt van de Deventernaar. In de tweede helft is het eigenlijk alleen nog maar Go Ahead Eagles wat de klok slaat. Kans op kans, maar deze van Langendijk gaat de opluchting van Doelman Smits ook over de goal. Zo krijgt Koen van Flemings dus wel de mogelijkheid. En drukt het NEC ver terug. Hier Hendricks, het is geen buitenspel voor nummer 2. Nee, hij heeft niet het geluk dat de Smits nodig heeft om veel te scoren in de beginfase van de competitie. De kogel en hij, Hendricks. Twee blikvangers natuurlijk. Hier maakt de kogel de ruimte. Maar gaat deze van Hendricks over de goal. En zo een punt voor Go Ahead Eagles en een punt voor NEC. Want de wedstrijd eindigt uiteindelijk in 1-1.